De oosten wordt onderbroken. Mesmaker Képviselő úr következik. Ja, dank u wel. De volgende spreker, de heer De Mesmaker. Anderhalf minuut. Dank u, collega's. Syrië is het falen van een staat, is het falen van de internationale gemeenschap, van de wereldleiders, van de mensheid. Aleppo, een van de oudst permanent bewoonde plaatsen op onze planeet, in puin. Beelden van lijkwaden en complete verwoesting, weerzinwekkend. Het kleine jongetje Omran, een van de symbolen van de terreur, en de vele andere kinderen die elke avond opnieuw naar bed gaan zonder de garantie er morgen vroeg nog te zijn. Het falen van de mensheid en iedereen is toeschouwer. De Verenigde Staten botsen met Rusland over het vermogen of het onvermogen om vrede te stichten. De Verenigde Naties slaken een zoveelste noodkreet. De NAVO spreekt harde taal. Het toont 's werelds radeloosheid over zoveel barbarij. En de Europese Unie mengt zich amper in dat debat. Overheerst de angst om te schofferen? Ontbreekt de visie? Ontbreekt de strategie? De 25 miljoen euro humanitaire noodhulp die de EU nu vrijmaakt en de humanitaire acties die ze voorbereidt, hoe lofwaardig en nodig ook, ze zijn slechts symbolisch. Want ze stoppen de razernij in de steden van Syrië niet. Ze roepen geen halt toe aan die immense vluchtelingenstroom in onze richting. De Europese Unie heeft nochtans alle redenen om zich met sterke stem uit te spreken tegen de slachtpartij die Assad met de steun van Russische bommen onder het eigen volk aanricht. Ik steun daarom ook het initiatief van een groep Nederlandse academici die recentelijk oproepen om de ernst van de misdaden tegen de menselijkheid te erkennen, om regimes die medeplichtig zijn te sanctioneren en individuele verantwoordelijken ter verantwoording te roepen. Ja, dank u wel, meneer De Mesmaker. Mevrouw Schaken is de volgende spreekster. 2 minuten. Ja, dank u wel. Dank u wel. Het is schandalig dat we hier vandaag weer moeten staan. En dat er onschuldigen maar blijven vermoord worden.